Welkom bij de laatste aflevering van Bouw in Beeld over 2013. Ondanks de feestdagen in de maand december is er flink doorgewerkt. Heien, dat is één van die werkzaamheden. Ik vertel er zo meteen meer over. Want eerst is er de vraag van de maand. En die wordt deze maand gesteld door een verontruste inwoner uit de Sluisdril. Voor ons is het heel belangrijk dat de Sluisskiltunnel er komt. Alleen de Sluisskiltunnel is meer gebaseerd voor het doorgaande verkeer. En wij als Sluiskillenaren kunnen daar met mate minder gebruik van maken. En voor ons zijn de voorzieningen die er zijn op het dorp wel heel erg belangrijk. Onder andere voor onze leefbaarheid. En daarom is de vraag van het pontje wat nu vaart over het kanaal, kan dat in de toekomst blijven varen? Ja, een leuke vraag en een omslachtig antwoord, denk ik. We hebben in de tijd de pont over kunnen nemen voor een heel laag bedrag. En daarbij hebben we ook budget gekregen van Rijkswaterstaat om de tijd uit te varen tot het moment dat de Sluiskiltunnel open gaat. Nou, die deadline die halen wij hoogstwaarschijnlijk wel. Ligt een beetje aan wat voor reparaties dat je onderweg tegenkomt. Dat kan soms goedkoop, maar dat kan ook wel eens wat duur uitvallen. Dus op het moment dat de tunnel open gaat, kijken we wat voor budget dat we nog ter beschikking hebben. We zullen ook bij de bedrijven aankloppen hier in de kanaalzone. Om nog eens wat geld in die pot te storten, zodat we wat langer kunnen varen. En daar zijn we van afhankelijk. Plus natuurlijk de vrijwilligers die nu op de pont varen, de schippers, die dat dus op vrijwillige basis doen. En hoe lang willen die dan ook nog doorvaren? Dus daar zijn we van afhankelijk. En dat zal uitmaken hoe lang we nog met de pont gaan varen.